Als je kijkt naar ons klantenbestand, wat dus die reguliere, wat kleinere horeca is, die gewoon dicht moeten zijn omdat ze personeelstekort hebben. Dat hoeft niet, zeg dat jij. Dat hoeft echt niet, nee. Ah. Nee, dan moeten ze mij bellen. Ben je ondernemer of vind je ondernemerschap boeiend? Abonneer je dan op ZVD TV. Als je op YouTube zit te kijken, dan kun je hieronder klikken op abonneren. Doe dat. En ben je aan het luisteren naar de podcast, abonneer je dan via de, je favoriete podcastkanaal. Mijn dank is groot. Tijd voor een nieuw gesprek. James horeca is het online platform dat horecabedrijven en mensen die in de horeca willen werken met elkaar verbindt. Ik ga in gesprek met de oprichter van het platform Evan Lind. Welkom bij CVD TV. Evan, van harte welkom. Dankjewel, Ronnie. Laten we met het begin beginnen. En dan mag je zelf even bepalen waar dat begin dan precies is. Want ja. het heeft al een, een soort van historie, hè, James horeca. Ja, klopt. Ja, zeker. Nee, we zijn uh, vier jaar terug hebben het overgenomen. Dus ja? uh, wij zijn uh, met. Uh, drie andere ondernemers, dus uh, mijn compion Richard Nas en uh, Frank zijn begonnen in Nijmegen. Ja. Um, Waarom in Nijmegen? Ja, omdat ja, goede vraag daar. Uh, dat is voor ja, ja, nee, 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 dat was toevallig, ja, dus wel mooi. Mijn kompion uh, die had daar een een, een loge bij NEC en wij mochten dat gebruiken als 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 kantoor. Ah, ah. Dus uh, vandaar dat we daar zijn zijn gestart. Eigenlijk ja. puur bij toeval. Ja. Um, maar vier jaar terug inderdaad. En uh, dat was ook net de tijd, uh, ja, dan gaan we er meteen naartoe dat corona begon. Oh ja, ja. handige timing. Ja, we hadden net, volgens mij, die BV net twee weken voordat corona begon, hadden we het overgenomen. Dus, uh, <laughs> en wat deed die BV die jullie hadden overgenomen in de kern? Um, ja, dus um, ik kan, ja, James Horeca, dus eigenlijk kunnen we zijn uit zijn Dus yeah. wij brengen vraag en aanbod digitaal samen. Ja. Yeah. Uh, hebben aan de ene kant hebben we de bijverdieners, uh, die op zoek zijn naar een toffe horeca -klus. Bijbaantje in de HORECA. Ja, zeker. Ja, 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 ja. dus puur tijdelijk. En aan de andere kant hebben wij de opdrachtgevers. Uh, en dat zijn inderdaad uh, ja, uh, HORECA locaties. En voor die opdrachtgevers doen we dat eigenlijk op twee manieren. Uh, dus we hebben echt ons uitzendstuk. Mm -hmm. uh, waarin wij uh, die ondernemer helemaal ontzorgen op het gebied van planning. Die nemen we helemaal intern. Um, en dat leent zich goed voor bijvoorbeeld nou, grote voetbalclubs zoals de NEC of een Ajax, waar we mee samenwerken, of de Ziggo Dome. Ah, ja. uh, of hele grote bedrijfsketeraars, die ja. vijf, zes locaties uh, in Nederland hebben. Um, en vaak bijvoorbeeld vier of vijf uh, locaties in een maand kunnen openen, heel snel personeel staffing nodig hebben. Ja, echt flexibel met. Echt flexibel, en precies en, uh, die ja. snel opschalen en ook weer afschalen. Nee, maar dat, dat, dat was het toen al en dat is het nog steeds. Dus in feite wat je hebt overgenomen toen, uh, is eigenlijk in de kern qua business niet veranderd. Nee, 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 nee. Okay. qua uh, nee, dat niet. En waarom ben je niet zelf gestart en waarom heb je het overgenomen? Ja, nou, ik was dus uh, wel wat jonger begonnen met uitzenden. Dus ik had mijn eerste uitzendbureau, dat, uh, dat heette Kellners. En dat werkte eigenlijk heel traditioneel. Uh, en je zag die markt transformeren. Dus uh, je zag een paar andere platformen oppoppen die ja. veel met freelancers werkten. Ja. En uh, ja, elke uitzender in Nederland die keek er wel een beetje naar van, goh, wat, uh, wat gebeurt hier? Ja. Um, maar er zat heel veel handwerk zitten bij het uitzenden. Dus um, nou kijk, ik had bijvoorbeeld een mannetje of uh, 500. Die ging ik allemaal met de hand inplannen. Via Excel werkten we nog. Dus zat heel veel tijd uh, ja, kwam daarbij kijken. Mm -hmm. um, ja, En uh, James Horik, dat was ze nog aan de markt. Ik dacht, oh, dat is wel was interesse. met name ook software wat je zag. Zeker, dat was puur software. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dan wil ik zo meteen met jou uit één, ik wil met je waar het nu staat en waar het naartoe gaat. Twee denk ook voor de kijkers interessant want er zitten nu al een paar te kijken ik denk oh, we hoor even ZZP, schijnzelfstandigheid ja. hoop gedoe over met name in de horeca ja, zijn er kind of veel over te doen ja. Dus ja. daar wil ik veel over weten maar eerst even terug naar die bedrijfsovername het is ongeveer 2020 zo schat ik dan in en corona barst uit. Ja. En toen jongen had je er, zat je er echt met je nek toe in ook en zo? Ja, nou ja, eigenlijk was het voor ons het klinkt heel gek, denk ik een van de weinige ben die uh, dat kan zeggen, maar we hebben er bizar veel voordeel aan gehad. Oh ja? Ja, echt enorm. Ja, ja moet je nagaan die markt die was gewoon verzadigd en die zat op slot. Dus ja, uh, ja die, die contracten bijvoorbeeld met uh, een grote voetbalclub, die lagen voor vijf jaar vast. Nou, en in één keer iedereen, weet je, die markt ging dicht. Die studenten die konden geen werk meer in de horeca vinden, die stroomden allemaal massaal uit. Ja. Die gingen zonnepanelen leggen. Bij of de, weet de GGD ik werken. Precies, bij de GGD <laughs> testraten voor bizarre <laughs> salarissen. Ja. Dus die markt, die, weet je, die stroomde helemaal leeg. Um, en wij zijn toen, ja, toen we het overnamen, toen hadden wij een, een grote klant in de, thuis, in de fietsbezorging. En ja. Ja, we zijn dat product helemaal gaan testen. Uh, en dat was ook wel mooi, want we, hebben dat, uh, we zijn begonnen zonder dat we funding hebben opgehaald. Um, en dat is eigenlijk, vind ik, dat wel, uh, wel iets moois. Dat is prachtig van Johan Kruif ook. Een zak geld alleen heb je nog nooit zien scoren. Ja, zo <laughs> zagen wij dat ook. Ja, wij zijn gewoon dat product zo erg gaan testen in de markt. En ja, we moesten het zelf financieren. Ah. Dus elke ja, uh, softwareontwikkeling die wij deden, die moesten we het eigen zak betalen. Nou, ja. dan kan ik je vertellen: dan uh, update je niks te veel, <laughs> want het kost echt klauwen, klauwen om het geld. Ja. Huurde ja. je dat in die dat software? Dat huurde toen extern in ja. Okay. ja, Dus we hadden een softwarebedrijf dat ook in Nijmegen zat die bouwde oh. dat voor ons. En hoe kwam je aan het geld dan? Ja, dat, je... dat financierden we zelf, ja. Maar dus hoe we dan? Hadden... hoe kwam je aan het geld om te financieren? Ja, ik had natuurlijk nog wel een stukje van mijn vorige bedrijf over en we hadden, uh, um, ja, we werkten zonder salaris allemaal, ja, ja, gewoon dus gewoon we echt, echt uh... gewoon alles erin. Hmm. En we hadden één uh, aanhouder die leende er nogal bij. Ja. ja, zo zijn we gewoon begonnen. En uh, ja, dat heeft voor ons heel veel voordelen opgeleverd. Dus eigenlijk had de rust van corona, ja. had voor gaf jullie de ruimte om het Producten op te maken. Zeker ja, ja. Okay. ja. En dat zie je dus heel vaak misgaan. Dat is met heel veel geld weet je, ophalen. Maar dat ophalen is soms makkelijker dan het goed uitgeven. Ja. En dat zijn zo'n softwareproduct bouwen. En ja, wat veel te complex is. Ja, wij zijn echt met die ondernemers toen we de tijd voor hadden. Mm -hmm. Echt gaan kijken, goh, wat is er nodig? Waar heb je behoefte aan? Mm. Ja, en dat is geleid tot een heel mooi product wat uh, toen de bandje Want... open ging, echt stond. Precies, en wat zijn specifieke doelgroepen? Je noemt al een paar keer wat voetbalclubs, ja. uh, even evenementenlocaties. Ja. Uh, zijn het ook gewoon restaurants, cafés ja. en dat soort. Ja, dus wij bieden naar twee opties. Dus we hebben naar die uitzendmodule. Dan ontzorgen we totaal op het gebied van planning. Maar we hebben ook dat software-stuk. Dus echt dat, dat platform. Um, en om daar voorbeeld bij te geven: kijk, stel je bent uh, ondernemer en uh, je hebt hier ergens een heel uh, een leuke kroeg op de hoek zitten. Ja. En je hebt uh, op zaterdag altijd vijf mannen de bediening lopen. Ja. Nou, je hoort uh, op vrijdag dat er twee ziek zijn voor zaterdag of drie. Dan ja, heb je drie gaten: dan kun je twee dingen doen. Je kun je naar een uitzendbureau bellen. Maar als je die op vrijdag om vijf uur belt, dan zitten die al in de vrijmibo En dan komen die op z'n vroegs maandag keer langs. Ja. Of je kan uitwijken naar ons. En wij bieden daar een softwareoplossing voor. Dus zo'n ondernemer die boekt binnen vijf minuten, maakt een bedrijfsprofiel aan. Die zegt zaterdagavond, zoveel ja, mensen, ja, die moeten ze kunnen. Ja, hij maakt een profiel aan. Um, en die, die heeft bepaalde verplichte velden wat hij moet invullen. Dus tijden, dus de uurtarief, stukje briefing. Nou, die uitvraag komt online. We hebben 40.000 gebruikers die zien die uitvraag. Ja, 40.000 gebruikers die zien die uitvraag, en die denken: Goh, ik heb vrijdag niets te doen, laat ik ze even lekker gaan bijverdienen. Die reageren op die klus en die ondernemer, en dat is zeg maar wat uniek maakt. Er zit geen tussenkomst van planner of recruiter, hij selecteert zelf de passende kandidaat. Hij... Op basis van? Ja, dat profiel wat zij aanmaken. Aha, ja, ja. Maar zit daar een zekere controle op? Want, ik, want dan, dan zie ik uh, iemand die compleet geschikt is... die heeft nog een ja. opleiding ook... Precies. en dan ja. komt er een of andere klunst de volgende nee, dag achter ja. een bar staan... Ja, klopt. Ja, maar dat gebeurt dus in de praktijk niet. Okay. Um, ook, weet je, het heeft ermee te maken... Kijk, uh, als ik een profiel aanmaak... dan vul ik daar gewoon eerlijke informatie in. En ik wil graag dat mijn profiel altijd gewoon kloppend ja, anders is. Anders dan kom dan... ik nooit meer aan werk. Nee. Uh, dus nee, dat zul je bijna niet zien. Wie zijn die 40.000 mensen? Wat voor types zijn ja, dat? Ja, dat zijn wel veel als studenten. Ja? Uh, uh, die gewoon eigenlijk gewoon op flexibele basis... via hun, hun telefoon... zelf willen bepalen waar en wanneer zij werken. Dus die, kijk, voorheen... Uh, als je bij een uitzendbureau zat, nou dan had je daar een planner die elke maandag belde en die besprak met je over de komende maand ja. Ja, waar jij dan moest gaan werken. En ja. dan heb je hem gezin in stel ik nee. heb dan te of koor later dat er een feestje is? Ja, dan, dan heb je daar geen zin in. Die jeugd die wil gewoon zelf kunnen kiezen, zelf controle zijn over waar ze werken. Ja. Dus dat zijn gewoon ja, studenten die uh, lekker willen cashen. Hebben jullie impact op de markt? Hè? want ik was uh, deze zomer bijvoorbeeld op uh, Ameland. Ja. Uh, en daar hoor je echt ondernemers klagen. die zeggen: van dat ik dat ik ben dan afvraag, maar waarom ben je dan niet open? En dan zeggen ze ja, uh, personeel. En dan ja. denk ik: ah oh man, ja. jij laat dus gewoon omzet. of je ja. laat, je, je kan geen omzet draaien. Ja. omdat je geen crew hebt. Ja. Heb, maar slaan jullie een deuk in de pak boter met James Horeca dan? Ja, kijk, Ameland is denk ik wel anders ander verhaal. Ja, nee, 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 maar ik bedoel, alleen, ja, dat ja, snap ja. ik. Maar uh, ja. alhoewel, dat, dat in de zomermaanden... Ja, uh, ja, 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 we hebben er wel in het bestand klanten zitten. Be ja, op maar we maar, trek hem even wat breder. Hè, van ja. Hoe groot is jullie impact om, om, om dat probleem aan te pakken? Ja, ja, dat is natuurlijk gewoon wel groot. Kijk... Um, ja, wat je ziet bij die ondernemers die dichtgaan, ja, ja, ik snap dat niet. Uh, of ze weten, weet je, dus, ja, het, het hoeft niet als zij ons weten te vinden. De de, het aanbod is er. Die gasten die zitten in jullie app. Ze kunnen Zeker. Gewoon... Ja, 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 nee, wij. Als je kijkt naar ons klantenbestand, wat dus die reguliere, wat kleinere horeca is, die gewoon dicht moeten zijn omdat ze personeelstekort ja. hebben. Dat hoeft niet, zeg dat jij. Dat hoeft echt niet. Nee, ah. nee, dan moeten ze mij bellen. Hè? Nou, dan moeten ze de app downloaden, denk ik. Ja, want, downloaden. Ja. Want even uh, zo meteen iets meer nog over het businessmodel waar je staat, waar je naartoe ja. gaat, maar dan toch even die zzp-discussie. Want leg even uit hoe is de constructie van uh, uh, zeg maar van weerskanten van werkgeverszijde en van ja. of van horecazijde en van ja. studentzijde. Ja, ja. Wij bieden dus voor die werknemer een loondienstconstructie. Dus zij zijn binnen één minuut kunnen zij de app downloaden en dan zijn ze ook in dienst in loondienst dus bij is, jullie. Bij ons, ja. ja. Um, dus zijn ze zijn geen zzp'er. Nee, dus ze zijn geen uh, geen zzp'er. Um, en die opdrachtgever die is daar dus ook altijd vrijgesteld van eventuele naheffing. Het is natuurlijk veel om te doen nu in de, in ja, de, in ja, ja, de politiek. Precies. Ja. ja, en we hebben er bewust voor gekozen. Wij, toen we begonnen hadden we wel een module van ZCP. Sterker nog, het is nu voor ons één knopje omzetten. En iedereen die kan weer op freelance-baas aan de slag. Maar we dat is geen daar... keuze voor mij als ik me aanmelde, James Horika. Nee, je bent verplicht bij onze Meloni's te treden. Ja, wij vinden ook dat het de enige manier is om, uh, om zo uh, aan het werk te gaan. Om dat, en waar, Waarom niet als ZZP'er? Nou, ja, omdat wij vinden, ik vind. Ja? dat schijnzelfstandigheid um, en um, ja, kijk, ik denk dat er heel veel echte zzpers zijn. Dus ik wil het ook bij mijn branche houden wat ik daar zie gebeuren. Ja. Kijk, als jij voor 14 euro als tarief staat af te wassen, ja, dan is er natuurlijk niks ondernemen aan. Dan ben je gewoon schijnzelfstandige. Ja. Uh, en ik vind dat die, die ja, die, die studenten voornamelijk die moeten gewoon in lonen zijn. Weet je, we moeten vanaf 18, je moet pensioen opbouwen, uh, ze moeten ze, ze verzekeren, wij dragen sociale lasten voor ze af. Ja, dat is de enige manier vind ik. Um, en aan, en voor mij als opdrachtgever betekent dat dat ik um, gewoon een factuur krijg van jou. Ja, ja, zeker. En dat is het, want ik heb verder niks te maken met het feit dat ik mensen in dienst neem dan. Nee, nee, we draaien netjes de verloning en de, op te geven en de die risico's de die jij dan loopt, want ik bedoel, werknemers zijn behoorlijk beschermd in Nederland. Uh, ja. Dus ik ben een super uh, fan van James Horka. En ik werk echt elke week. Werk ik twintig uur? Want studie, ja, ik, studie <laughs> ja. vind ik lekker makkelijk. Uh, dan, dan bouw ik volgens mij van alle hand rechten op. Als ik dan na een half jaar of na een jaar bij jullie allemaal dingen. Ja zeker. Ja, en dat zien we ook graag. Dus stel iemand. Maar heb je 40.000 werknemers? Heb jij? Ja, ze zijn inderdaad op nul uren contract. 0 Nul flex. Maar ook daar zit bepaalde regelgeving aan verbonden. Uh, maar waar we voor hebben gekozen, we hebben daar een payrollbedrijf aan gekoppeld. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Um, en die regelt eigenlijk het hele juridische stuk voor ons. Dus wij zijn in andere dingen weer goed, vinden wij. Dus het uh, ontborden van personeel, het zoeken naar mooie opdrachtgevers. En uh, het hele juridische stuk dat hebben wij uitbesteed. Hebben Oké, okay, en daarmee ook een stuk van het risico. Zeker, ja. Oké, okay. is daar nog discussie over? Over het feit, want payrolling, dat heeft niet, ook niet altijd een even goed imago? Ja, ja, dat. In de horecabranche zit dat wel gewoon goed. Dus mm. uh, ja, je hebt andere branche's waarin dat uh, wat meer uh, ja kritiseerd wordt, maar niet. Uh, Maakt het voor de degenen die meedoen, want er zijn best wel wat vergelijkbare platformen, in uh, ja. zoverre waar je als jonge jonge student of jonge professional ja. van flexibel wat van werk dan ook wil doen. Ja. Ja. Uh, jullie hebben heel duidelijk deze keuze gemaakt. Maakt het voor die jonge gasten die willen werken überhaupt wat uit? Nou, dat is natuurlijk ook onze grootste uitdaging. Kijk, uiteindelijk je ziet dat ze gewoon, weet ik veel, vijf, zes werk-apps downloaden. Ja. Maar ik geloof dat er uiteindelijk. Twee of drie maximaal overblijven waar ze dat werk in gaan zoeken. En maar is dat dan, James Horeca, omdat ze daarmee pensioen opbouwen? Ik heb nou niet het idee nee, dat gasten van 18 nee, daarmee zijn. Nee, lezen. nee, klopt. Nee, zeker niet. Nee, 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 nee. Nee, dat is James Horeca omdat ze bepaalde klussen willen waar zij graag willen werken, die wij voor hun aanbieden. Um, uh, en dat is natuurlijk ook wel omdat wij een stukje toch wel hè, die, 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 uh, die zekerheid voor ze bieden, die bescherming. Mm. Uh, dus wat je nu heel vaak ziet, kijk, je hebt weinig platform. Ik denk dat we een van ja, misschien wel de enige zijn die echt 100% die loningsconstructie bieden. Bieden. Je hebt platformen die alleen op freelance basis, sommigen die een stukje combinatie bieden, uh, maar wij bieden echt uitsluitend een looningsconstructie. Ja, en daar zijn ze toch wel vaak, uh, ja, komen ze bij ons uit omdat ze daar behoefte aan hebben. En ze worden snel uitbetaald? Zeker, ja, ja dus uh, dat uh, is per week. We zijn nu uh, live, we zijn de testfase door met flitsbetalingen, dus dat jij je 70% meteen binnen een seconde na je shiftje gewerkt op je rekening krijgt. Uh, ja, dat is. Uh... Meten jullie het met de matchmaking kwaliteit? Eh, dus wat ik zeker. bedoel is: van, ik, ik, ik heb haast, ik heb morgen drie man nodig. Ja. ja, als ik kan me voorstellen, als ik dan James gebruik en er komt één keer een, uh, een gast langs, waarvan ik denk, oh man, dat werkt niet, dan is het. Uh, tulidoki. Ja. Wordt dat, hoe meten jullie de ja. match? -kwaliteit? Ja, zeker, dat is allemaal in dat profiel. Dat is allemaal okay. inzichtelijk. Dus, en reviewen uh, je... ze elkaar? Ja, zeker. Dus dat maakt het ook um, uh, dat die kwaliteit ook gewoon goed blijft. Een opdrachtgever die, die reviewt, zeg maar de werknemer. Um, en dat zijn op basis van criteria. Dus bijvoorbeeld als ik bediening kan lopen... dan word je gerate op het feit of jij bediening kan lopen. Uh, en dat houdt dat gewoon... Uh, dat transparant, zeg maar, heel erg intact. Dus... En review is ook de andere kant op? Zeker, ja, ja, ja. ja, ja. Okay. En dat maakt het dus ook wel iets moois. Want als jij wat minder goed... Kijk, soms gaan opdrachtgevers wat minder goed met een uitzendkracht. om dan ja. denk je, nou weet je, die kost geld, die moet hard werken. Ja. En weet je, die laten we alle wel minder. Dat is een eikel, toe. die loopt de hele tijd te schreeuwen. Precies, en, maar stel je en, voor ja. dat jij gewoon echt veel flexibiliteit... weet je, gewoon flex inleent... dan wil jij dat jouw bedrijfsprofiel voor de werknemer ook gewoon echt gewoon sterk staat. Dus ja. dat een, uh, een zo'n student jou gewoon vijf sterren geeft van goh dit is een toffe plek om te werken. Mm. Uh, als ik door mijn apps kon, en ik denk van goh ik wil bij Booking.com werken. Nou uh, die is honderd uh, keren gereviewd met vijf sterren. Daar wil ik ook wel naartoe. Dat ja. voelt dan vertrouwd. Ja. Hoe, uh, doe jij commerciële, uh, hoe haal jij opdrachtgevers binnen? Dat ja, dat ging ja, 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 Dat ging in het begin. Dus uh, toen uh, na corona bizar hard. Dus ja? toen bleef we echt werd de vaste lijn gewoon plat gebeld uh, van of we konden leveren. Uh, uh, en nu zijn dat gewoon bepaalde online marketingcampagnes. Uh, we hebben mensen op de sales die daarvoor uh, aan de slag gaan. Hoeveel mensen heb je zelf in dienst? Uh, 16 man werken er aan James nu. Waar ben ja. jij? Ik ben 27. Ja. En nog steeds alles zelf financieren? Of zit er inmiddels wel wat aan uh, private investors in? Nee, we hebben wel nieuwe groepen, uh, of ja, nieuwe, nieuwe uh, aandeelhouders. Maar dat zijn angels, Die zijn niet bekend. Nou, nee, ja, die zit, treden wel meer op de achtergrond. Uh, maar die zijn wel, uh, mochten we geld nodig hebben, dan zou ik dat inderdaad bij hun uh, gefinancierd kunnen krijgen. Zijn ondernemers, zijn een, ja. uit de hoor, Ja, Ja, Of zeker. uit de uitzendbranche. Ja, ze komen allemaal uit de uitzendbranche. Oh, ja. Ja? Ja, 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 zeker. Um, um, maar nee, wij zijn, niet gefin... wij zijn er ergens ook wel trots op. Hè. Weet je, wij vinden het ook wel iets moois dat wij alles zelf hebben kunnen financieren. Ja. cashflow. We hebben vorigens als winst gedraaid. En je ziet dat bijna niet bij platformen, bij tech-startups. Ja, er zit allemaal heel veel uh, extern kapitaal in. Want jij ja, bent een tech-startup? Ja, wij, wij profileren onszelf wel inderdaad ja. als, als softwarepartij. Ja, Jullie zijn met z'n drieën? Uh, ja, ik, even los van een paar ja, engels. Ja, ja, dus ja, dus, ja, zit, ja. Iets wat, ja, ja of nee? Jawel, ja. Wel, ja. Nee, ja ik, ik doe alles met mijn compagnon samen eigenlijk ja. uh, um, uh, en we hebben inderdaad nog één uh, grote aandeelhoudersgroep uh, erin zitten. En daar zitten die uh, al die En daar zitten er meer in, Oké, okay, ja, maar zeker. er zijn twee jonkies die de tent gebruiken. Ja, wat, ja, dus wat, wat is jullie rolverdeling? Uh, ja, ja, dus hij doet eigenlijk alles aan de achterkant, dus alles op het gebied van finance, uh, die, uh, die zorgt dat alles gewoon, uh, ja, alles op finance staat ja. en ik doe eigenlijk de voorkant. Dus ja. En dat is een hele mooie taakverdeling. En zijn we ook heel blij mee. Beide dat gaat nog steeds goed. Um, ja, want dat gaat niet altijd goed. Nee, ja, dat heeft soms geeft het wel wat spanning. Ja. Maar uh, nee, ik, ben, ik zou nooit meer een bedrijf uh, ja, of zonder mijn kompion starten of uh, überhaupt in mijn eentje. Nee. Um, je bent super jong. Je draait nu met een mannetje van 15. Het draait zelfs een bescheiden windje. Zeg ja. je net. Um, wat zijn je toekomstplannen? Want het is, het is geen rustige markt. Nee. Nee, er gebeurt natuurlijk veel. PTW Wegen zei ik nu. Ja, dat dus gaat hem ja, voor Hotel ja. las ik vandaag ja, zelfs. Ja, nee, wij, wij merken natuurlijk. Ja, er was een tijd geleden een rechtszaak tegen een ander freelance platform. Mm -hmm. um, en wij zien echt een hele grote verschuiving. Dat ja, grotere opdrachtgevers, die kijken echt een jaar vooruit. Ja, die zoeken naar alternatieven. Dus die, er is een bizar aantal volume ingeleend op, op freelance-platformen. Mm -hmm. uh, en ze willen zekerheid hebben. Die willen niet gewoon achteraf nog via ketasprakelijkheid naheffingen krijgen. Ja, ja, ja. ja, en je ziet dat die gewoon allemaal naar alternatieven zoeken. Ja, en wij zijn dat alternatief. wat dus goeie... je die loonconstructie hebt. Precies, ja. Is geen ja. gezeik over nee, de hele dus zes alles is gewoon fiscaal netjes ingeregeld. Mm. Uh, en dat groeit bizar snel. Dat we verdubbelen bijna elk jaar dus dat betekent dat je dat trust dat je een, zeg maar een betrouwbaar merk is voor jullie echt superbelangrijk zeker is. ja, ja. 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 van de naam uh, ja dat is ooit van, uh, van James de Butler komt ja, dat vandaan is nou, uh, ja dus ja. dat is gewoon gedienstig of tenminste ja, dienstbaarheid zeker. en ja ja, ja, ja. de ja, klassieke ja. Butler ja zeker ja. ja wat zijn de toekomstplannen ja doorgroeien heel hard ja uiteindelijk uh, ja willen we toch wel gewoon ja één van die twee drie ja, werkapps zeg maar in Nederland zijn waarin jij gewoon ja de je horecaklus kan vinden alleen Nederland uh, voor nu hebben we nog werk genoeg voor alleen Nederland maar uh, ja, de, de, de flexbranche is zo gigantisch groot, ook in Europa. Uh -huh. Dus ik sluit niet uit dat we ooit misschien een uitstap naar buitenland maken. En kun je alles blijven financieren zelf? Of als je wil hard groeien, betekent vaak ook... Ja. zeker als je een techbedrijf bent, ja, uh, ja. kapitaalbehoefte? Ja, voor nu nog wel. Ik sluit niet uit dat we in de toekomst toch kijken... om, uh, om die, uh, ja, die groei te versnellen door toch uh, ja, financiering op te halen. Uh -huh. um, maar voor nu... Uh, dus het gaat het heel goed zo. Daar ben je voorzichtig, playing hard together Zeker. heel goed. Ja, Andere ja. sectoren. Ja, ja, we hebben al een uitstap gemaakt naar de finance wereld. Hm. Dus dat, dat heet ook James Finance. zo'n ook een app die je nu ook gewoon kan downloaden. Daar hebben we een partner gedaan, AP Support. Die was heel groot in de in die sector, of is heel groot. Um, en daar doen we eigenlijk hetzelfde trucje. Dus daar brengen we ook vraag en aanbod digitaal samen, maar dan voor grote pensioenfondsen, voor banken, voor verzekeraars. Oh, dat, um, uh, ja, want ook in die branche. Dan liggen de tarieven wel wat hoger, toch? Bizar. Ja, dat, uh, ja, dat is echt gigantisch hoog. Ook, wat vind jij dan, even nog? Hè, even terug de 60 discussie Stel dat je dit gaat copy pasten naar die sector. Ja. En dat zijn gasten die zich wegzetten voor tussen de weet ik veel 75 en 100 euro ja. per uur. Ja. Uh, maar die moeten wel gewoon opdraven bij ja. de Nederlandse bank Zeker, ja. en daar hun financiële ja. dienstverlening. Ja. Zijn, het dan, zijn dat in jouw ogen ook geen ZZP'ers? Nee, 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 nee. Wat, wat maakt ja, die... dan in jouw ogen? Want de voorgenomen wetgeving, daar kom ik als okay. normale Nederlander niet uit. Nee. Maar wat is in jouw ogen dan. Okay. Ja, kijk, ook, ook die partijen, dus die, die banken en die verzekeraars... die denken van, goh, weet je, dit is eigenlijk misschien toch niet wat een ZCP is. Die hebben één opdrachtgever, die, die hebben letterlijk collega's om hen heen. Dus die zitten daar letterlijk met een groep van tien collega's... al een jaar lang op dezelfde werkplek... ja, twaalf facturen, maandfacturen per jaar te sturen naar één opdrachtgever. Ja, dat is gewoon een verkabloondienst. Um, uh, en ja, wat voor mij een echte ZZP'er maakt... dat is iemand die zichzelf ter beschikking stelt... met bijvoorbeeld uh, iemand in de bouw of een timmerman die zijn eigen werkbus heeft... Die naar een klus toe gaat. Ja, dat vind ik. Die uh, vijf, vijf, weet ik wat. 20 de per jaar heeft waar. Hij... Heeft het aantal opdrachtgevers ermee te maken? Ja, meer dan? ik vind dat er meer, meer criteria aan verbonden zitten. Ja, dus ik vind het een lastige discussie. Zeker. Ik ben, het, ik ben er ook nog niet het, uit, het, want mijn, ja. mijn zoon die zit, in die, die zit dan in de datahoek, ja. zit ook soms een half jaar bij een bedrijf, ja. maar hij regelt wel alles zelf. Hij heeft dan geen busje, maar zijn laptop nee. weet je wel ja. en ja. zijn kennis en ja. uh, weet ik veel. Wat. Uiteindelijk vind ik het aan de politiek dat daar uh, wat aan uh, ja, gedaan nou, moet worden of dat er duidelijkheid moet komen. Dan komt het, dan komt het goed even. Ja, ja. Ja, het is er nog niet. Maar in ieder geval gaan ze na 2000, of ja, volgend jaar gaan ze 2025 of gaan ze in ieder geval weer handhaven. Ja, en ik zie het voor ons alleen maar als voordeel. En is eigenlijk jullie toegevoegde waarde dan met name de, de flexibiliteit? Want kijk, je kan ook zeggen als ik een half jaar een financieel specialist nodig heb, ja, dan kan ik hem net zo goed in dienst nemen. Ja. Uh, dus wat maakt dan het feit voor de long run, hè? Wat, is het wat is het duurzame dan van James Horeca? Nou, ja, voor zo'n opdrachtgever is dat dat, kijk, um, um, als puur dan voor het loondienstconstructie. Uh, ja, zij kunnen gewoon heel snel op- en afschalen. Dus ja. stel je moet iemand voor een half jaar inlenen, dat zou we bij ons bijna niet zien gebeuren. Nee. Uh, we, hebben wel, we zijn wel aan het kijken of we toch wel meer op die vaste vacatures kunnen gaan zitten. Maar voor nu werken wij met partijen die gewoon echt die flexibiliteit nodig hebben. Mm. Dus die snel staffing nodig hebben. Dan moet je misschien uiteindelijk de naam James Horeca nog gaan aanpassen. Ja. Ja. Maar ja, dat is makkelijk. Dan ga je James Finance... Dan ja, ja, ja. heb je de domeinnaam al, of niet? Ja, zeker. Ja, oh, ja, 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 oh. Nee, oh, dus dan kun je zijn... je strategie een beetje uitzoeken... Ja. bij uh, de ja. internetdomeinregistratie ja, uh, ja, die hebben we geregistreerd. Oh. Ja. Petje af, man. Uh, ik, uh, ik wens je heel veel succes. En, uh, en vooral ook heel veel uh, plezier... Uh, met het uitbouwen van, uh, van James Horka. Dankjewel dat jij dat mijn gast toe. was. Dankjewel, Ronnie. En uh, dankjewel voor het kijken. Uh, uh, of als je op de podcast zit te luisteren, dankjewel voor het luisteren. En dan weer een prachtig ondernemersgesprek hier op CVD TV. En zit je nou te kijken en denk je ja ah, super tof, daar wil ik er nog wel meer van. Nou, er staan er meer dan 1300 uh, op. Dus ik zou zeggen: abonneer je op YouTube als je zit te kijken. Of op je favoriete podcastkanaal. Als je zit te luisteren. En wil je meer weten over James Horeca? Kijk vooral even in de beschrijvingstekst hier onder de video. Of in de beschrijvingstekst op je favoriete podcastkanaal. Voor meer informatie. Voor nu, dankjewel. Hoi.